Welkom bij het Haagse TV-journaal van dinsdag 21 maart. Vandaag in het nieuws, verslagenheid bij de Heek Roadrunners na het overlijden van een clublid. ADO Den Haag Vrouwen bestaat 10 jaar, maar eerst roestvrij staal is toch niet zo roestvrij. In februari werd het roestvrij stalen standbeeld van Thorbecke nog feestelijk onthuld op het Lange Voorhout. Maar nu blijkt het niet bestand te zijn tegen de elementen van de stad. Het begint namelijk te roesten. En dat kan volgens staalexpert Ruud van der Zanden aan 3 factoren liggen. Dat er staalstof op zit, van de tram die voorbij rijdt. Of dat ze het verkeerd gemonteerd hebben met goedkope bevestigingsmaterialen. Dat kan. Het kan een hele goedkope kwaliteit roestvrij staal zijn. Waar heel veel staal, te veel staal in zit. Maar in dit geval zou ik eigenlijk zeggen van joh, het heeft alles met de tram te maken. Staalstof en roestvrij staal die houden niet van elkaar. Die gaan elkaar opeten als het ware. Die gaan corroderen of roesten zoals dat in de volksmond heet. En dat zie je dan hier en daar, zie je dat dan gebeuren op het beeld. Dat er wat roestvlekjes gaan ontstaan, maar dat is waarschijnlijk staalstof. Daar kan je hier niets aan doen, behalve dan regelmatig onderhoud. Het begint allemaal met kleine gaatjes in het standbeeld, wat ook wel putcorrosie wordt genoemd. Dan krijgt de vocht en de stof en de vuiligheid krijgt kans om in je materiaal door te dringen. En van daaruit zal het verder corroderen of verder gaan roesten. Best een ironische situatie. En dat vindt ook een voorbijganger. Dat is natuurlijk heel gek eigenlijk. Je denkt toch dat ze iets maken wat duurzaam is en lang meegaat. En ook vooral mooi blijft. You love it or you hate it. Maar het is dan jammer dat het gaat roesten. De oplossing is gelukkig simpel, maar wel echt nodig. Hier kan je ook niets meer aan doen. Hier kan je alleen maar gewoon zorgvuldig blijven onderhouden. Dus 1 keer in het half jaar zal dat beeld opgepoetst moeten worden. Grote verslagenheid bij de hardloopvereniging de Heek Roadrunners. De 48-jarige Sylvia, die al 17 jaar een vertrouwd gezicht was op de club, kwam dit weekend om het leven bij een tragisch ongeluk op de A4. Ze kwam met haar auto in botsing met een 26-jarige spookrijder. Onbegrip van zelfs boosheid, van verdriet. Ja, niet kunnen plaatsen, dat je eigenlijk heel erg stil bent en iets probeert te zeggen, maar er niet uitkomt. Een betere afleiding dan hardlopen is er eigenlijk niet. Tijdens het hardlopen heb je het natuurlijk ook over. Vergeten doe je het natuurlijk niet, maar je zult merken dat mensen er op een andere manier dadelijk binnenkomen. Dat geldt zeker voor het hardloopgroepje van Sylvia, dat vol lof over haar spreekt. Ze was altijd lief, altijd lachen, altijd gezellig. Er is niets negatiefs over dat te vertellen. Echt waar. En daar zijn we het allemaal mee eens, hè? Ja. 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 De 48-jarige hardloopster had het niet makkelijk. Ze was gescheiden en had de zorg voor 2 minderjarige kinderen. Ondanks een blessure was ze altijd op de club. Dit was echt haar verzetje om hier te zijn. Dat vond ze geweldig. Daar deed ze alles voor. Na een periode van werkloosheid had ze eindelijk weer een baan. Op vliegveld Schiphol. 4:30, 5:30 beginnen. Dit was ook de oorzaak dat ze natuurlijk heel vroeg op pad was op de snelweg. Met dat fatale ongeluk als gevolg. Komende vrijdag is het afscheid. We gaan in ieder geval een mooi bloemstuk en we gaan natuurlijk een mooie tekst op papier zetten voor haar. Want ze wordt al nu al vreselijk gemist. Ja. Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad willen dat de metropoolregio Den Haag-Rotterdam snel actie onderneemt tegen de gevaarlijke bankjes bij tram- en bushaltes. De bankjes hebben gaatjes waar kindervingers in klem blijven zitten. Er zijn al 4 incidenten geweest waarbij kinderen met hun vinger klem kwamen te zitten. De metropoolregio wil alle 1100 bankjes vervangen, maar ze zijn nog op zoek naar een alternatief. Richard de Mos zegt dat die horrorbankjes zo snel mogelijk vervangen moeten worden. En ook Michel Rogier is er klaar mee. Hij noemt het frustrerend dat het zo lang moet duren. Een toeschouwster van de CPC-loop, die op 12 maart plaatsvond, is gewond geraakt door een agressieve hardloper. Volgens de politie brak het slachtoffer een heup door een gooi van de hardloper. Het voorval gebeurde rond 4:30 op de zeeweg, ter hoogte van de zeekant. De politie is op zoek naar de hardloper. Het gaat om een grote blanke man van ongeveer 50 jaar. De man heeft grijs haar en had toen een wit t-shirt aan. Fractievoorzitter Karin Gerbrands van de PVV blijft in de gemeenteraad. Ze gaat haar werk daar combineren met de Tweede Kamer, waarvan ze vanaf donderdag deel uitmaakt. Fractievoorzitter Bart van Kent van de SP in de gemeenteraad stapt wel uit de raad, nu hij bij de Tweede Kamerverkiezingen een plek in de Kamer heeft veroverd. Hetzelfde geldt voor fractievoorzitter Martin Wörsdörfer van de VVD. De Eredivisie voor Vrouwen bestaat deze week 10 jaar.
En de voetbalsters van ADO Den Haag waren er al vanaf het allereerste fluitsignaal bij. Nou ja, dat is een mooie mijlpaal, denk ik. 10 jaar geleden is de basis gelegd voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Hè. En wij als ADO Den Haag, betaald voetbalclub in Nederland, is er trots op dat wij aan de basis hebben gestaan van de competitie zoals die nu vandaag de dag bestaat. Het is een grote competitie, het is de snelst groeiende sport in Nederland, vrouwenvoetbal. Dus ik denk dat je daar met recht wel trots op mag zijn. Ook Richard de Lange van de ADO-vrouwen vindt dat ADO Den Haag trots mag zijn op haar rol in het vrouwenvoetbal. Zij zijn een van de founding mothers geweest van de Eredivisie Vrouwen, zoals die ruim 10 jaar geleden is begonnen. Precies 10 jaar geleden hebben we het convenant getekend. 2007, 2008 is de eerste Eredivisie gespeeld. Nou, ik denk dat er toen nog maar de helft was van het aantal meiden en vrouwen wat er nu voetbal speelt. Het is een ontzettend snel groeiende sport, de snelst groeiende sport zelfs. En ADO mag er echt trots op zijn dat ze dat 10 jaar geleden al heeft omarmd en in al die 10 jaar mogelijk heeft gemaakt. Jessie van Leeuwen speelt al 5 jaar bij ADO en denkt dat het belangrijk is dat het bestaat. Ik denk dat dat voor ontwikkeling van het vrouwenvoetbal sowieso heel erg belangrijk is. Je hebt nu dan ook natuurlijk dat jonge team erbij. En dat is wel, was toen in het begin van mij was dat er nog niet. En dan zie je wel dat het niveau steeds omhoog gaat. Dus dat is wel super. In 10 jaar tijd is ADO erg succesvol geweest. Ze zijn 1 keer landskampioen geweest en hebben 3 keer de beker gewonnen. Dan het weer. Morgen is het grotendeels zonnig. 'S Middags trekken er wolkenvelden over, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur is 11 graden. Donderdag is het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 12 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Koningin Maxima opent op Paleis Noordeinde een symposium over muziekonderwijs. Onder de noemer Morgen meer muziek in de klas wordt gezocht naar mogelijkheden om meer muziekonderwijs in de klas te krijgen. En het is ook Nationale Boomfeestdag. Haagse leerlingen van de Van Hoogstratenschool helpen mee met het planten van bomen in het spaarwaterveld in het Haagse Hout. En tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.